We gaan het hebben over het nieuws van de dag. Ja, we moeten het toch eventjes over corona hebben. Gisteren hadden we het de hele eerste half uur erover. We zullen het nu proberen een beetje kort te houden. De cijfers staan op rood en dus werd gisteren al bekend dat de persconferentie naar voren wordt gehaald. Vast naar aanleiding van die pittige uitzending van ons van gisteren. Luister even mee naar OMT-lid Mark Bonte bij Nieuwsuur. Ja, ik deel die zorgen om drie redenen. De getallen lopen inderdaad op en nu ook in het ziekenhuis. Dat baart zorgen. De vaccinatiegraad neemt eigenlijk niet meer toe. Dat baart zorgen. En we krijgen ook duidelijk signalen uit de ziekenhuizen dat de rek er toch echt wel uit is. En als de stijging in de ziekenhuizen, vooral op intensive care afdelingen, zich verder voortzet zoals die nu ingezet is, dat we toch vrij snel in een situatie komen dat er weer zorg afgeschaald moet worden. En dat is nou precies waar we niet weer opnieuw in terecht willen komen. En dan vandaag ook nog het nieuws dat de Nederlandse Zorgautoriteit concludeert dat het verder opschalen van de IC-capaciteit in ons land niet haalbaar is. Het ministerie had dat dwingend verzocht, maar zij zeggen ja, er is geen draagvlak voor. Het gaat niet lukken. Tim, ik dacht dat we een beetje op de terugroute waren met corona, maar het lijkt nu op alsof we een soort U-bocht genomen hebben en nu toch weer snoeihard richting het ravijn aan het racen zijn. Ja, en het enige vraagteken wat ik er steeds wel bij heb, is hoeveel procent vaccinatiegraad is er dan wel nodig om eruit te komen? Want daar heb ik nog steeds niet echt een duidelijk getal over gehoord. Maar op zich verbaast het me niet, zeker met de Delta-variant, dat we er nog niet zijn. En het verbaast me eerlijk gezegd ook niet dat er toch een groep blijft die gewoon echt niet wil vaccineren. Nee. Want dat kon je eigenlijk ook wel weten. Als je over heel Europa en de hele wereld kijkt, maar ook in Nederland, hoe de samenstelling van de bevolking is. Je weet ook hoe de polarisatie, ook vooral politiek, maar richting eigenlijk alle instituties in Nederland, het vertrouwen heeft doen afbreken bij sommige groepen. Ja. Dan wist je dat alleen voorlichten, niet heel snel de voldoende vaccinatiegraad ging opleveren. Nee. En het feit dat het nu de verkeerde kant op gaat, is dat iemands schuld of is dat ons aller schuld? Of... We hebben allemaal een verantwoordelijkheid. Ik denk persoonlijk wel dat je de ene groep wel meer kan verwijten dan de andere. Mm-hmm. Maar ik kan ook maar verklappen dat het bij ons, bij Perspectief, bij de ChristenUnie, best wel een splijt van mis. Er wordt echt verschillend over gedacht. Ik zelf heb er wel een stevige mening over, maar ik zit wel in de minderheidsgroep, denk ik, bij ons. Ik vind inderdaad dat coronamaatregelen wel iets specifieker ingericht mogen worden. Maar ik heb ook besloten, juist, ik sta hier ook namens Perspectief, dat ik daar dan niet al te stevig over ga praten hier, want dat schrik niet netjes. Maar je hebt het wel verteld net even. Nou ja, goed, ik vind ik ben altijd wel transparant, dus persoonlijk, persoonlijk sta ik er wel zo in. Maar er wordt verschillend over gedacht en dat respecteer ik ook wel bij ons. Ook al ben ik het niet eens met heel veel mensen. Ik denk dat er nog mogelijkheden zijn om ook specifiek goed te kijken hoe kun je groepen er nou echt beter bij betrekken. Ik denk bijvoorbeeld bij orthodoxe gereformeerde christenen dat je misschien wel aan lokale maatregelen kan denken. Niet omdat op die groep is ingestoken, maar omdat ze ook zelf zeggen, nou, misschien moeten we dan regionaal zijn wonen geconcentreerd. Toch een extra verantwoordelijkheid nemen dan, omdat we die extra vrijheid als het ware behouden. Bij migrantengroepen, daar zit ik zelf dan heel goed in. Kan er echt nog veel gedaan worden met voorlichting en ook een andere vorm van voorlichting, andere mensen die het komen vertellen. En ja, als mondkapjes en thuiswerken weer versterkt terug moeten komen, dan is dat ook nog wel te dragen, denk ik, voorlopig. En hopelijk helpt zo'n pakket samen. En zijn we op tijd, hebben we gaan we weer iets doen dan in ieder geval? 1350 bedden was dus de oproep, Piet. Meer kan dus niet. Hoe kan het dat we hier anderhalf jaar mee bezig zijn en dat dit maar zo'n gedoe blijft met die IC-bedden? We willen meer, maar het gaat niet. Of er is geen ruimte. Waarom is dit zo'n gedoe? Dat zegt die Nederlandse zorgautoriteit, die zegt dat ook. Hè. Dus die zeggen van, nou, verdere opschaling naar 1350 bedden, daar moet draagvlak voor zijn en het moet haalbaar zijn. En dat is niet zo. En dat is niet zo omdat er personeelstekorten in de zorg zijn. En vervolgens blijft die Nederlandse zorgautoriteit binnen haar wettelijke taak en gaan ze samen met zorgverzekeraars, zorgaanbieders kijken hoe ze het allemaal efficiënter kunnen organiseren. Maar dat efficiënter organiseren is de oplossing die je sowieso krijgt als je dat probleem van dat personeelstekort niet binnen je mandaat kunt oplossen. Ja, en daar moet natuurlijk de Rijksoverheid ingrijpen. Personeelstekort in de zorg hangt samen met arbeidsvoorwaarden in de zorg. Dus maak werken in de zorg aantrekkelijker. Dan kun je makkelijker opschalen, ook met IC-capaciteit. Ja, want zo werkt het gewoon één op één. Is het dan simpelweg lonen toch meer verhogen? Nou, als je medewerkers in de zorg vraagt van waar gaat het je eigenlijk om en wat vind je hier aantrekkelijk aan en ook aan sollicitanten, dan is loon er één. Maar secundaire arbeidsvoorwaarden, verlofdagen is een tweede. En ook wat is de kwaliteit van je werk? Hoeveel zorg kun je nou echt besteden aan mensen? Dat vinden ze ook heel belangrijk. Dus er moet iets gedaan worden aan
roosters en over aan de kwaliteit van zorg. Hoeveel tijd per patiënt mag je besteden? Dat zijn allemaal dingen die medewerkers in de zorg zeggen. Ja, en als je het voor medewerkers in de zorg aantrekkelijker maakt, willen meer mensen daar werken, ja, kun je meer capaciteit opschalen, ook in een volgende pandemie. Ja, dus Tim, als het kabinet het wil, dan kunnen ze het wel regelen. Maar ja, blijkbaar willen ze niet goed en niet hard genoeg. Maar ja, personeel kost tijd, hè? Dus dat is het probleem nu. Daarom kan het ook niet acuut opgeschaald worden. Ik hoorde wel een aanvulling erop. Gisteren een hele interessante discussie met onder andere een ziekenhuisbestuurder, die ook zei, kijk, we hebben ervoor gekozen een beperkte capaciteit te organiseren, omdat je anders krijgt dat te veel zorgpersoneel eigenlijk aan het werk moet voor te weinig patiënten. En dat doet af aan de kwaliteit van de zorg. En daar denk ik wel van, dat is technisch natuurlijk gezien een keuze, een medische keuze. Maar het is ook een politieke keuze. En dan denk ik wel, ik hoop dat we, maar dat geldt op allerlei terreinen eigenlijk, die we ook vandaag bespreken, geleerd hebben dat kwaliteit geld kost. Maar dat je soms ook een reserve moet hebben. Nou, eigenlijk altijd een reserve moet hebben. En volgens mij moet je dus een grotere capaciteit creëren, ook voor de tijden dat het niet zo hard nodig is. En daarbinnen dan maar proberen op te lossen dat ook met meer personeel, de personeel kwalitatief ongeveer van hetzelfde niveau blijft. En daar moet dan misschien ook binnen de zorg creatiever naar gekeken worden. Of dat kan. Ja, Mark Bonte zei ook nog, je zei het net, vaccinatiegraad stijgt nog nauwelijks. Het idee was geloof ik van minister De Jonge dat er als een soort bijeffect van het coronatoegangsbewijs, dat er dan een soort flinke stijging zou komen in de vaccinatiegraad, die ergens nu rond de 86% of zoiets is. ChristenUnie was tegen die coronatoegangsbewijzen. Zou je dit kunnen zien als het gelijk van ChristenUnie, dat het misschien niet goed genoeg werkt, die CTB? Ik denk dat eerlijk gezegd gecompliceerd ligt, want ik vind 86% best hoog. Ja. Als je kijkt naar de vaccinatiegraad op basis van vrijwillige participatie. Ik denk wel, en dan, ik heb net aangegeven dat ik er zelf misschien iets anders in sta, maar wel één argument ter verdediging van die groep die zich niet wil laten vaccineren. De politiek heeft het wel aan de lopende band en eigenlijk alle partijen beloofd, we gaan dit niet doen. Geen drang, geen dwang. En misschien moet de politiek ook maar eens de les trekken dat je gewoon geen dingen moet beloven als je niet kan garanderen. Maar we willen perspectief. Nou ja, goed. Ja, maar je moet ook geen perspectief scheppen daar waar het alleen maar verwarring gaat creëren in de praktijk op het eind. Ik denk wel dat je nu kunt zeggen, omdat de situatie gewoon weer veranderd is, dat je een andere keuze moet maken. Maar die moet je dan wel heel goed uitleggen en door het stof gaan, denk ik. Ja. Want ze hebben zichzelf een beetje schaakmat gezet. Ja. En accepteren dat je dus heel veel mensen weer tegen je gaat krijgen. Je gaat weer demonstraties krijgen. En het gaat eigenlijk van vooraf aan. Piet, dinsdag dus nu al een persconferentie in plaats van vrijdag. Wat verwacht je daarvan? Ja, als het moet, dan moet het. Hè. Dus als het nodig is om het aantal besmettingen in te dammen, dan zijn er toch weer nieuwe maatregelen nodig. Ik ben wel benieuwd naar wat we nog kunnen doen. Uiteindelijk is de sleutel vaccineren. En er is bijna geen manoeuvreerruimte meer. Nee. Ik kan me nog iets voorstellen bij mensen in achterstandswijken van grote steden. Dat is een van de grotere groepen waar nog veel mensen ongevaccineerd zijn. Maar die daar is niet het probleem niet willen. Daar is het probleem vaak gewoon toch niet op de hoogte zijn of de uitnodiging niet kunnen lezen. Dus ik kan me daar nog wel beleid voorstellen dat je in allerlei talen mensen nog een keer oproept en nog een keer, je gaat desnoods huis aan huis met de vaccinatiespuit. Ja. Je kunt van alles bedenken. Het zit allemaal nog binnen de grenzen van het vrijwillige. Het is alleen maar verhoogde inzet. Maar wat doe je met die resterende groepen? Dus Tim, bijvoorbeeld mensen in Staphorst die niet willen, wat kun je daar doen? Nu nog. We hadden het eerder over die lokale maatregelen. Ik denk, als je die invoert, kop je het niet aan een specifieke groep. Dus niet aan de ongevaccineerden, tussen aanhalingstekens. Je koppelt het dan aan de actuele cijfers. En ik denk dat je dat ook ethisch makkelijker kunt verdedigen. Omdat je niet één groep permanent eigenlijk apart zet. Maar je zegt van, oké, nu speelt in die en die gemeente de coronacrisis op. Mm-hmm. Nou, dan is het gewoon ook medisch en wetenschappelijk eigenlijk gerechtvaardigd om dan wat andere maatregelen in te voeren. Wat zijn die andere maatregelen dan? Ja, daar gaat er wel weer discussie over hoe ga je dat dan bij. Ja, bijvoorbeeld de mondkapjesplicht in de supermarkten. Wat als je van de naburige gemeente komt? Ja. Hoe ga je dan controleren? Maar goed, dan wordt er ook gezegd, het gaat uiteindelijk allemaal om de bijdrage die iedereen natuurlijk vanuit de eigen principes, de eigen bereidwilligheid levert. Dus ja, je gaat altijd best veel mensen hebben die gewoon puur als de oproep komt, toch zich alweer anders gaan gedragen. En daarmee kan je winst behalen. Maar ik zeg net ook, ja, ik weet niet precies welke percentage van de vaccinatiegraad wel voldoende is. Mm-hmm. Misschien weet niemand dat wel echt goed op dit moment. Ja. En dat maakt het natuurlijk wel lastig, want wanneer is het dan wel voldoende? Ja. Jij zei een eerdere migrantengroepen zijn natuurlijk wat zorgen om. En vooral plekken waar zij veel samenwonen. Wat moet je daar doen? Wat gaat daar nu fout? Is het zo dat GGD's denken dat ze daar wel even met een paar mensen naar binnen lopen en dan komen vertellen waarom het echt een goed vaccin is? En dan, wat is jouw analyse daar? Nou, misschien lopen ze nog steeds wat te weinig binnen op die plekken. Want ik heb best wel veel vrienden die niet gevaccineerd zijn. En daar ga ik ook wel mee over in gesprek, in discussie. En dat is inderdaad niet een permanent nee, denk ik vaak.
Maar er zijn nog heel veel argumenten van het internet of van een arts die iets gezegd heeft, waarmee je het eigenlijk kan counteren nog. Dat het niet echt nodig is. En ik denk dat mensen gewoon bijvoorbeeld naar kerken of moskeeën moeten. Ja. Om daar gewoon direct uit te leggen hoe zo zit het, precies de tijd nemen. Mm-hmm. Ja, dan kan je, zo werkt het ook wel in die gemeenschappen. Als zeker autoritaire figuren eenmaal over de dam zijn, dan kunnen er wel heel snel heel veel mensen volgen. Ja. Dat denk ik. En dus misschien ook mensen uit die samenleving zelf. Ja. Tot slot nog even de vraag rondom groepsimmuniteit. We weten allemaal nog de historische toespraak van Mark Rutte. Ander OMT-lid, Jan Kluipmans, die zegt in het Parool vandaag, ja, die groepsimmuniteit, dat kunnen we wel vergeten. En jaarlijks kunnen we, geloof ik ook de komende jaren, nog zo'n 10.000 coronapatiënten verwachten in de ziekenhuizen. Piet, we zijn er nog niet vanaf van het coronavirus. Stel dat we ook dit vijfde golfje allemaal zouden kunnen dichten en daarna misschien, nou ja, wat slimmer gaan met z'n allen zijn. Het is heer Toestee. Ja, en dus ook de reacties erop. Hè. Dus de mensen die we nu wappie noemen, of die, laten we het vriendelijker formuleren, sceptisch zijn. Ja, of de corona nou voorbij is en alle mutaties ervan voorbij zijn over een jaar. Deze mensen zullen dan misschien ook nog steeds sceptisch zijn. Ja. En een volgend onderwerp uitzoeken om de overheid of de mainstream media niet op te geloven. Dus die problemen blijven ook. Zijn sceptici en wappies wat jou betreft gelijk? Ik denk dat het ene netter geformuleerd is dan het ander. Oh, interessant.